En dit was een heerlijk slagje en nog is die niet kapot. Nu wel! Is die nu kapot? Nog steeds niet! What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag ga ik Incineroar testen in Smash. We zetten de intensiteit op 3, want ik geloof niet dat ik heel erg goed ben met Incineroar, jongens. We moeten beginnen tegen Bowser, die begint gelijk vuur te spugen. Ik knock hem gelijk uit de ring. Hoppa, nog een keer. En oh, zo doen we dat. Bowser heeft niks op ons. Hij doet niks. Dat was al even een heerlijk begin. We moeten nu tegen Ganondorf. Wat gaat Ganondorf doen? Die doet zijn schoen omhoog. Die wil mij gelijk schoppen. En ook Ganondorf bounce me uit de ring. En... hoe snel gaat dit? Hoe snel gaat dit? We hebben gewoon volgens mij binnen 20 seconden 2 tegenstanders genakt. Bowser en Ganondorf. Allebei weg. Dikke doei. Dan moeten we nu tegen Morten en Ludwig. En daarvoor krijg ik hulp van Greninja. Dat is leuk. Greninja, kom helpen jongens. We pakken Morten. Oh, is die al weg? Nou, ik denk dat Morten nog wel terugkomt. Want Bowser Jr. die kan altijd lekker terugkomen inderdaad. Pak ze. Pak. Oh, mis. Nou, die Morten die heeft wel een probleem. Ik pak even deze Echo Fight, of die, dat hulpje pak ik nu. Wie is dat? Is dat de gast van Golden Sun? Van die game, volgens mij. Nice, nice. Ja, die worden nu keihard uit de ring geduwd allebei. Ja, dit gaat wel goed. Dit gaat wel lekker. Dit gaat heerlijk. Nu nog Ludwig, die wordt ook meegenomen. Doei Ludwig! Zo, dat gaat wel lekker zo. Hoppakee, 0,7 erbij. We zitten nu op 5,1 qua intensiteit en we moeten tegen... King K. Rool. Dat is wel een baasje, jongen. Daar moeten we denk ik wel voor oppassen voor King K. Rool. Even kijken hoor. Hop. Nee. Hey, King K. Rool. Ik weet niet wat je allemaal aan het sjouwen bent. Maar laat mij ook eventjes jou gewoon nakken, oké? Ik heb hier een zon voor jou. Hier. Oeh, we waren er bijna vanaf. Nu kunnen we hem pakken. Nu kunnen we hem pakken. Nu kunnen we hem pakken. Hopelijk. King K. Rool die ontwijkt die zon nu, hè? Ga weg. Ga weg. Ah, wat is dit allemaal? Ik heb hier een gun. Ik moet die gun hebben. Nee, niet tegen die bom aanlopen. Die bom begint te lopen. Misschien kan ik deze bom gebruiken voor King K. Rool. Kom maar terug, kom maar terug. Hier, bom. Oh nee, dat was weer wat anders. Oh my gosh. Kom, 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 kom. Hoppa. Nu, pistool, pistool, pistool. Pak hem, pak hem. Boom. Lekker. Deze pistool doet volgens mij meer damage. Als je tegenstander een hoog percentage heeft. Dus dit was echt super nice. En zo konden we gewoon keihard eruit schieten. En dan gaan we nu door met Donkey Kong. Ik ben benieuwd wat Donkey Kong gaat doen, jongens. Ik kom springend op hem af. Ik probeer hem te slaan. Maar Donkey Kong, die, ja, hij is niet zo snel. Dat is wel nice. Hij heeft wel, dat deed hij wel goed. Nu ga ik hem proberen hoog te houden een beetje. Kom op. Oh, die was mis. Oh nee, nu heeft hij Chrome. Hij heeft Chrome. Dat is niet nice. Dat is helemaal niet nice. Ik kan hem wel damage blijven doen nu op deze manier. Een beetje. En dan kunnen we hem nu misschien wel keihard smacken. Hoppakee. Lekker Incineroar. Doe je goed, jongen. Doe je toch wel goed, moet ik zeggen. Hoppakee. Kijk eens, 0,8 punten erbij zelfs. En dan gaan we nu tegen Incineroar. Is dit shiny Incineroar? Hij is wel sick. Oh, oh, oké. Dat vond ik niet chill. Kan ik dat ook? Ik kan wel dit. Ik kan jou wel beet pakken. Maar dat doet minder damage dan wat jij bij mij deed. Ondertussen heb jij wel meer damage gepakt dan ik. Hoppakee, 36%. 36%. Nee! Nee! Ik had opeens die Chrome! Ik had opeens die Chrome! Dit is naar! Ik had opeens die Chrome en toen zakte ik in één keer naar beneden. Ik kon niet meer terugkomen, want ik ging onder het platform. Dit is echt keihard genaaid, jongen. Oh, dit vind ik zo, zo niet eerlijk. Hop, hop. Pak hem. Pak die Incineroar. Mis. Mis. Pak hem. Oh, we zijn nu echt in de maling genomen. Dat wil je niet weten. Dikke doei, Incineroar. Je bent nog steeds? Ben je er nou nog steeds? Oh, ik wou wel zeggen. Ik dacht al, jij kan nooit vandaar terugkomen. Ah, man. Oh, dit is zonde dat we al een continue hebben moeten gebruiken. Oké, tijd voor het bonusspel. Ja, Incineroar is niet super snel. Dat weten we. Oh, oké. Kan ik nu die nog pakken? Ja, die kan ik nog wel pakken. Let's go. Let's go, Incineroar. Kom op, Incineroar. Tempootje. Kom op. You can do it. Je kan sneller. Nee. Nee joh, nee joh. Ik moet die knop ook helemaal niet indrukken hier. Oh, dat had ik kunnen weten. Jongens, dit wordt geen goede score. Moet ik ook nog tegen de Master Hand. Ik vind dit altijd verschrikkelijk. Kijk eens, we krijgen gelijk tikken. En hard ook. En hard ook. Ik weet geen eens waar ik ben. Oh, ik ben nog net op het randje teruggekomen. Ik word weer gepakt. Ja, ik heb al 58% damage. Kom op Greninja. Kom op Greninja. Nu die andere hand ook. Ja. Ik ben er weer af. Ik zag ineens wat er gebeurde, man. Hoe dan? Oh, ik kan hier niet tegen, joh. Dit is zo gemeen weer. Ik lag er opeens af en ik zag ineens waar ik was, man. Dit is toch complete chaos. Met die Master Hand altijd, joh. Ik moet nu even blokken. Ja, top. Oké, dat is prima. Oh, we hebben ze wel bijna verslagen. Dit is zo zonde dat we kapot gingen net. Dat was zo niet nodig. We hadden dit in één keer kunnen halen. Maar ik zag gewoon niet waar Incineroar was, jongens. Maar zo makkelijk kan het zijn. Ah, joh. En dan eindigen we op 6.1. Ah, en dan heb je hier de kaart. Die is wel echt super vet. Kijk, een soort van almighty zo. Raw. Nice. En dan moeten we nu tegen Cloud. En Cloud is best wel een baasvechter. Die wil je eigenlijk wel hebben. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Want ik heb dus niet het gevoel dat ik echt super goed ben met Incineroar. Het gaat redelijk, maar het kan wel beter voor mijn gevoel. Cloud is natuurlijk ook best wel sterk. Ja, je moet er wel... Kijk eens, 23% damage gelijk. Je moet er wel echt oppassen voor zijn smashes ook. Kijk dan! Hoe dan? Hoe dan? Ah, kom op, kom op, kom op. Ik kan hem helemaal niet raken, joh. Hij raakt mij ook amper. Wat is dit voor een raar gevecht? Dit is super raar, dit gevecht. Oké, let's go. We moeten wel, denk ik, oppassen. Ik weet niet wat hij nou allemaal voor gloed om zich heen heeft. Maar ik heb zo'n gevoel dat we heel erg op moeten passen. Voor Cloud. Dit was een lekker slagje. En dit was een heerlijk slagje. En nog is hij niet kapot. Nu wel. Is hij nu kapot? Nog steeds niet. Hoe kom je steeds terug? Nu wel, toch? Bam. Cloud in de pocket, jongen. Zo, die bleef maar terugkomen, joh. Cloud, weg mee. Hoppa, dat is lekker. Oké, ik ga ook nog even een gevechtje doen in Pokémon Stadium. Anders wordt dit wel een hele korte video. Incineroar, let's go. Oh, maar wacht even. We moeten nog wel even tegenstanders toevoegen ook. En laten we de CPU in ieder geval wel even op 5 zetten dan minimaal. Oké, let's go. Incineroar. En dan mogen we tegen Piranhaplant, Donkey Kong en Robin. Alright, en wij beginnen dus een beetje in het midden. Let's go. Pak die Piranhaplant. Pak Piranhaplant. Lekker. Goed zo. Goed zo. Kom op, Incineroar. Ja, 41% damage voor Piranhaplant. Oh, die was lekker. Moeten we even uitkijken. Ik ga even deze gooien. En dan ga ik even zorgen dat ik niet beneden sta. Want, oh, huh? Wat deed dat ding raar, joh? Die ging echt de hele vreemde kant op. Dat is super weird. We gaan wel goed, hoor. Op zich. We gaan op zich wel goed. We hebben niet zo heel veel damage gepakt tot nu toe. Ja, nu wel door Donkey Kong pakken we wat damage. Ik kan Donkey Kong wel eventjes de lucht in rammen. Oké. Ja. Kunnen we Donkey Kong smashen? Of Robin, ook goed. Hoppa. Daar ging Robin. Daar ging Robin. Oh, Robin komt wel gelijk terug. Die denkt, dag Rick, ik ga jou even terugpakken. Ik weet even niet zo goed waar ik ben. Nu ben ik even niet zo goed bezig. Ah, Robin, wat ben je aan het doen? Robin gaat alleen maar voor mij op dit moment. En ik ben even het overzicht kwijt. Donkey Kong heeft de Echo Fighter. Dat is niet chill. Dat is niet chill. Kan ik nog terugkomen? Ik kan nog terugkomen. Nee, en ik vlieg langs het platform. Weer net langs het platform. Potverdorie. Ah, ik pakte wel even lekker die Piranhaplant. De Echo Fighter van Donkey Kong die is heel erg irritant aan het doen. Man! Hou eens op, mensen! Hou eens even op! Ik kan al een half uur nu niks meer doen en ik val nu ook een soort van in slaap. Oh nee, ik word trager gemaakt door slurpen. Geef mij die smashbal. Geef mij die smashbal. Geef mij die smashbal. Ik wil die... Ja, nu vliegt die... Ja hoor, en Donkey Kong heeft ook weer de smashbal! Wat is dit? Freaking Donkey Kong heeft zoveel geluk! Kom op, Chespin! Doe iets, Chespin! Donkey Kong gebruikt zijn ultimate smash niet. Nu wel. Nu wel. Hij raakt mij in ieder geval niet. Daar ben ik blij mee. Oh. Oh, Robin is er weer uit. Ik heb veel te veel damage. Robin is al klaar, jongens. Robin is gewoon al klaar. Donkey Kong die is te goed bezig. Die moeten we even zien te pakken. Lekker. Even met mijn boemerangetje. Hoppa. Lekker. Ik kan nog één keer denk ik mijn boemerang gebruiken. Oh, Echo Fighter. Echo Fighter. Oh, nu heeft Piranhaplant de Echo Fighter en dat is Knuckles. En Knuckles is super goed in deze game. Dus we moeten proberen om maar een beetje te blokken, denk ik. Want anders worden genakt door Piranhaplant. We kunnen nog terugkomen. En we worden gepakt door Knuckles. Ah, Knuckles, stop it! Stop, 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 stop. Oh, nice. Pokéball. Die is van mij. Mag ik... Ah, is het weer een Pyukumuku? Pyukumuku is helemaal niet zo goed in deze game. Potverdorie. Dan maar met de boemerang. Dan maar gewoon lekker met de boemerang. Boemerang hype. Lekker. Ja, gewoon met die boemerang. Nakken we Donkey Kong ook even uit het stadion. Hoppa. Lekker Incineroar. Kijk hem. We hebben toch gewoon gewonnen. Het was wel een beetje een gek gevecht. In het begin ging het super lekker. Toen moest ik heel rustig aan doen. En toen ineens was iedereen ook een beetje dood. Donkey Kong heeft gewoon 5 KO's. Nou, bedankt Donkey Kong. Top. Ja jongens, dus dit is eigenlijk Incineroar. Ik hoop dat jullie dit weer een toffe video vonden. Doe zeker even dat blauw duimpje omhoog. En laat me weten wie ik nog meer moet spelen. Hè? Abonneer je even op mijn kanaal als je meer video's wil zien. En als je me live wil zien gamen, volg me op twitch.tv/rickatu. Zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!